Hallo! Nou, daar zijn we weer, hè? Psychokooi. Jullie schijken het weer aan. Uit Amsterdam. Ja, als je scheikunde doet in je profiel, op de HAVO, en dat geldt natuurlijk ook voor het VWO, dan is het vervelend eigenlijk bij scheikunde dat je ook altijd dingen uit je hoofd moet leren. Nou, en uit je hoofd leren, dat is niet leuk. Dat weet ik zelf nog wel van vroeger. Maar ja, het hoort er eenmaal bij. Wil je het goed doen, dan zul je een aantal dingen echt uit je hoofd moeten leren. Want als je dat namelijk niet doet, dan zal je elke keer weer mee geconfronteerd worden dat je niet uit je hoofd kent. Want je moet het steeds gebruiken. Dus je ontkomt er niet aan om het uit je hoofd te leren. En je kan natuurlijk altijd wel uitstellen en zeggen van nou, dat doe ik later nog wel een keertje. Sommigen doen dat. Je loopt constant tegen problemen aan. En uiteindelijk, voor het eindexamen, moeten ze toch nog leren. Dus je kan beter eigenlijk in het begin van de vierde klas even meteen leren. Dan heb je er zoveel profijt van in de rest van de vierde klas. En ook in je vijfde klas. Doe het gewoon, uit je hoofd leren. Hier heb ik een aantal dingen die je echt moet weten. Dus ga dat gewoon maar stampen. En zorg dat je dat gewoon 100% kent. De formules. H2. Waterstof. Gewoon zoals de stof voorkomt als we het hebben over waterstof. En als je het over een waterstofatoom hebt, dan heb je het over gewoon een H-atoom. Maar losse H-atomen komen in de natuur niet voor. Dus als we het hebben over waterstof, dat is een gas, dan heb je het altijd over H2. Hetzelfde geldt voor stikstof. Zoals het hier in de lucht voorkomt, is het N2. Stikstof. Dus als in een opgave stikstof N2 voorkomt, dan heb je het altijd over N2. Als je het over chloor hebt, dan heb je het over CO2. Dat is chloor. Als je het over fluor hebt, dan heb je het over F2. Fluor. Ik ga ze er niet allemaal bijschrijven, maar ik zeg het allemaal. Je kan het misschien zelf noteren. Een lijstje maken en het gewoon uit je hoofd leren. Dus neem het over zo direct. Schrijf het ergens op. Leer het uit je hoofd. Brom. Br2. Jood. I2. Zuurstof, O2. Dus als in een opgave staat zuurstof, dus bijvoorbeeld er wordt iets verbrand. En altijd als je iets verbrandt, dan komt er zuurstof bij. Dus dat betekent, als ik een molecuul verbrand, is het altijd plus O2. Verbranding is altijd plus O2. Als we het hebben over de stof koolstof, dan hebben we het over C. Er zit geen tweetje onder, dus let goed op. En sommigen hebben een tweetje eronder. Maar een hele hoop ook een G2'tje. En ik weet dat tot ver in de vijfde klas maken leerlingen die fout. Dus zorg dat je het goed wel weet. Koolstof C, zwavel, de stof zwavel, S8, fosfor P. Nou ja, jullie denken misschien zijn er al. Nee, er komt nog wat. Helium, HE, neon, NE, argon, AR. Dit zijn de drie. Er zijn drie edelgassen, die staan in die laatste groep van het periodiek systeem. Dus je hebt geen tweetjes, die bestaan gewoon uit losse atomen. Dan heb ik natrium. Nou, het is gewoon in zijn algemeenheid zo. Als ik gewoon het metaal heb, gewoon het metaal, dan schrijf ik alleen maar het symbool op. Nooit een tweetje eronder bij een metaal, nooit. Dus als ik het over natrium heb, natrium is een metaal, dan heb ik het over Na. Zuiverstof natrium, hè? Dus niet in een verbinding, bijvoorbeeld natriumchloride, dat is weer iets anders. Gewoon de zuivere stof natrium is Na. Als in de opgave magnesium staat, gewoon magnesium, niet magnesium, nitraat of iets anders, nee, gewoon magnesium. Schrijf je gewoon Mg op, dan denk je, oh ja, het is een metaal. Oh ja, gewoon alleen maar het symbool opschrijven. Aluminium, oh ja, denk je, dat is een metaal. En dan hoef ik alleen maar het symbool op te schrijven. Geen tweetjes op iets anders eronder. Gewoon Al. Silicium is Si. Kalium is ook een metaal. Dus ook gewoon K opschrijven. Calcium is ook gewoon een metaal. Gewoon Ca opschrijven. IJzer is ook een metaal. Dus als ik een stukje ijzer heb, dan is het Fe. Nikkel is een metaal. Dus gewoon Ni opschrijven. Geen tweetje eronder. Dus dat, die fout die heel veel leerlingen maken, moet jij dus niet gaan maken. Goed onderscheid maken welke formules heb je die tweetjes eronder en waar niet. Ik heb nog een aantal opgeschreven. Koper, Cu, je ziet het metaal gewoon, Cu. Zn, zilver,
SN. Waar heb ik deze formules nou vandaan? Want misschien denken jullie, ja, ik leer misschien veel te veel. Hij laat ons veel te veel leren. Nee, dit is precies volgens het scheikundeprogramma. Op het eindexamen mogen ze één van deze allemaal gebruiken. Dus die hoor je te kennen. Barium is ook een metaal, BA. Platina. AU is goud. HG is kwik. PB is lood. U is uraan. Ook een metaal. Leer die gewoon goed uit je hoofd. Kost je een beetje tijd, maar je zal zien hoeveel plezier je ervan hebt. Ik heb nog een paar formules opgeschreven. Een aantal formules van verbindingen die je echt ook uit je hoofd moet kennen. Dit is ammoniak, NH3. Als het een gas is, is het NH3. Dus als je thuis zo'n rode fles hebt staan in het gootsteenkastje misschien, met ammoniak erin. Als je dan de fles openschroeft en je ruikt eraan, voorzichtig zijn hoor, want het is een hele scherpe geur, dan ruik je ammoniak. Je ruikt NH3. Dat komt als gas vrij. Dat komt in je neus. En dat is dus ammoniak. NH3. Glucose. C6H12O6. Komt ook vaak voor. CO2. Koolstofdioxide. CO. Koolstofmonoxide. Gevaarlijk. Giftig gas. Komt vrij als stoffen niet helemaal goed verbranden. Onvolledige verbranding. En er zijn er wel eens mensen de afgelopen tijd gestorven. Vanwege het feit dat er bijvoorbeeld door de onvolledige verbranding, een niet goed afgestelde gijzer bijvoorbeeld, dan kan er koolstofmonoxide ontstaan. En voor je het weet, ga je er dood aan. Heel gevaarlijk. Ozon, O3. H2O, water, kennen we allemaal natuurlijk. H2O2 is waterstofperoxide. En SO2, dat is zwaveldioxide. Nou, je ziet het. Dat waren ze. Dus we zijn er doorheen. Het is wel een lesje waar eigenlijk wat aan vast zit natuurlijk. Omdat je, ja, je moet hier thuis zelf aan gaan werken. Je moet het proberen echt in je hoofd te krijgen. Herhaal het ook regelmatig. Dat is belangrijk. Want juist door herhalen leer je dingen. Want anders blijft het echt niet vastzitten. Als je het één keer leert, onze menselijke hersens werken helemaal niet zo goed wat dat betreft, dan vergeet je langzaam. Maar als je het vaak maar inslijpt, vaak herhaalt, dan blijft het op een gegeven moment blijft het vanzelf vastzitten. Succes ermee! En ik zie jullie weer de volgende keer.